Nou, dan gaan we door met het volgende boek, Rimpelmania. Ja, Manon Spierenburg en Siska Mulder, twee dames die romans schrijven doorgaan. Ze hebben zich nu gebogen over het fenomeen de eeuwig jong obsessie. En dat hebben ze met veel humor gedaan. Ook het is een hele bijzondere vorm vooral. Een beetje een mengvorm van fictie, non-fictie. Dus zowel korte fictieve verhaaltjes als hele droge feitelijke stukjes, informatieve stukjes over cosmetische ingrepen. Nou, hilarische cartoons van Goomba zitten er ook bij. En er komen wat deskundigen aan het woord. Dus het is echt een mooie mix geworden. Ja, een hele bijzondere mix. Maar op wat voor vraag proberen zij in het boek antwoord te geven? Op de vraag, hoe komt het toch dat het bijna een schande is om zichtbaar ouder te worden? Vooral waarom maken we ons er allemaal zo druk over? Ja, ja. En die deskundigen hebben dan verschillende verklaringen, dragen ze aan. He, de filosoof zegt het is angst voor de dood. De socioloog zegt het lichaam is een statussymbool geworden. En in al die fictieve stukjes komt die strijd van het ouder worden weer op een andere manier naar boven. Dus ze geven niet één antwoord, maar dragen mogelijke verklaringen aan. En geeft zij zelf als schrijvers nog een oordeel daarover? Nou ja, in het voorwoord staat er heel duidelijk van geen waardeoordeel. En inderdaad, er zit geen expliciet waardeoordeel in. Hè? Bijvoorbeeld over vrouwen die zich allerlei cosmetische ingrepen laten welgevallen om de tekenen van het ouder worden te bestrijden. Maar daaronder zit natuurlijk wel een voelbare afkeuring, met name voor de collectieve hysterie die we allemaal hebben voor dat ouder worden. En anders zou je natuurlijk ook nooit de keuze maken om zo'n boek te schrijven. Nee, dat denk ik niet. En het is gelukkig niet belachelijk gemaakt, want dat hoeft ook helemaal niet. Want als je de dingen achter elkaar zijn ze van zichzelf al belachelijk. Hè? Bijvoorbeeld die make-over televisieprogramma's en het inspuiten van botox. Van gif, verlammend gif, dat is al belachelijk genoeg. Dus godzijdank hebben ze dat niet geëxpliciteerd. En, want dan zou het een heel vervelend, dramberig boek worden. Maar het is met een knipoog en met spot beschreven en ook wel informatief. Dus ik heb er wel van genoten. Nou, een lekker boekje voor op het strand. Ja. Oké, dankjewel Suzanne. Alsjeblieft.